Yo mensen, van de gameplay en welkom in een nieuwe aflevering van 100% animatie. Dus we hebben net, oh wacht, we hebben net een sticker gekregen. We hebben net een tractor, een huisje vernieuwd en daar zat een hondje in. Fuck yeah! Voor mij is het net, voor jullie was het 2 dagen geleden. Maar voor mij was het net, want ik ben pro. Want ik kan gewoon terug in de tijd. En dan poepen. En dan zien we. Ik rol over het gras. Ik vind een lekker plekje. En dan gaan wij naar Vera. Vera, zij is een lieve meid. Ze is een beetje verdrietig. En niemand mag haar. Of wij, oké, misschien wel. Maar dat maakt nu even niks uit. Hartelijk bedankt. Hey Vera. Waarom ben je nog steeds zo verdrietig? Nou, ik ben vandaag jarig. En iemand heeft er een gedag bij een cadeau gegeven. Als je nu weg wilt, het hek is open. Wat is een verjaardag nou zonder cadeautje? Ik heb een idee. Oh, ik heb eigenlijk altijd het cadeautje gehaald. Maar wat zou er nou gebeuren als ik gewoon weg ging met het cadeau? Niet stikken, dat zou wel grappig zijn, maar ja. Ik weet niet wat er dan gebeurt, of ik dan wel weg mag, maar ik ga het gewoon geven. Want we zijn lieve jongens en misschien meisjes die kijken. Maar we gaan het gewoon brengen. Alsjeblieft, hier je cadeautje. Lieve help, je hebt een cadeautje voor me. Echt? Je bent nu mijn beste vriendje. Yeah! Like a boss! Heel leuk om jou te helpen. Nog een fijne verjaardag! Zo, ze is gelijk weer helemaal blij en een krabbensticker verdiend. Oh, ik ga achterna rennen! Ren, Eva, ren! Eva, what the fuck? Ze heet natuurlijk iemand anders. Mijn vriendin heet Eva. Oh, sorry Eva, ik hou nog steeds van je. Sorry. Oh, dat vind ik wel erg. Maar ze heet natuurlijk... Ze heeft een andere naam. Ja, het is een andere naam. Maar ja, het lijkt wel heel ver. Nog een sticker! Ik hou van stickers. Ik wil een sticker. Ja, ik wil een sticker. Ik wil hem ook opslaan. Dit blok graag. Ja. Ja, ik wil hem opslaan, jongen. Zo, we hebben al 48% van het hele spel, dat is bijna de helft! Bezig met Laren, het ijsfestijn. Oh mijn god, het ijsfestijn! Hé, wat doen die penguins? Dat zal waarschijnlijk pijn doen, dus ik heb maar geblaft. Zo, oké, hier is vrij weinig te doen. Een kerstboom. Midden op het plein staat een kerstboom. Zo mooi, zo groot. Met hele hoge takken, wel duizenden misschien. Ik heb zo'n mooie boom, misschien nog wel nooit gezien. Zo gaat het liedje toch? Hoe moet je dit er ook weer vanaf? Zo? Oké, ik dacht misschien valt hij om of zo, maar nee hoor. Je moet het moeilijk doen. Wat kan je hiermee? Wat is dit? Oh, die sneeuwpop. Wat gebeurt er met die sneeuwpop? Hij is niet zo lief. Gebokt aan met de sneeuwpop. Ik heb een harde dier. Dood! Oh, nu spawnen er andere sneeuwpoppen. Kom dan. Ik maak jou helemaal dood. Zoals gezegd te luid. Ik maak jou helemaal dood. Ik lijk nog steeds. Want voor mij is het net, zoals ik al zei, 2 seconden geleden. En voor jullie is het al 2 dagen. Maar ik render dus nog steeds. En renderen duurt op zich best lang. Moet ik zeggen. Oh, waar ben ik nou, hè? Ik spring. Hij is een hele lading in zijn buik. Ik vind het wel cool. Hé, hey, achter hem aan. Woef. Oké, rovering. Woef. Ja, hij is dood. En nu krijgen wij een hondje. Hondje? Jij bent een hondje. Dus wat? Zo, bam. Oké, dat vind ik op zich het coolste hondje wat je kan bevrijden. Het zijn natuurlijk maar een paar stemmetjes. Ik bedoel, we gaan niet voor elk hondje in het hele spel een stem doen. Gewoon een paar en dat herhalen ze dan.
Mijn god, wat is dat daar? Hé, papegaai, word jij eens even heel gauw wakker. De enige keer dat ik hem al klaar op heb gezien, is de keer dat hij mij ging uitleggen hoe het spel werkte. Wat ik eigenlijk al wist, hè. Hallo, een pinguïn. Hey, pinguïn. Oh, hij is in het water gevallen. Wat een faalhaas. En hier is een ijskasteel. Met een pinguïn. En een sneeuwpop. Die sneeuwpop gaan wij even een lesje leren. Oh, hoi. En krijg ik nu wat? Nee, maar ik heb wel een heel mooi ijskasteel. Oh, er gebeurt wat. Wat is het? Het is een... Oh, een kanon. Wat moet ik daarmee? Het zal wel cool... Oh ja! Oh ja! Mag ik de ballon? Met de kanon? Mag ik nu... kanon waarmee je sneeuwballen kunt schieten. En nu moet ik die dingen uitschakelen natuurlijk. Boef. Oh ja, die ding kan ik ook kapot maken. Dat is grappig gekregen. Potsch! Zijn hoofd eraf. Zo, maar we doen natuurlijk alleen zo, want dat staat mooi. IJsfestival. En ik krijg natuurlijk een hartstikke mooi... Oh nee, het gaat niet eens om die vliegtuigjes. Ik moet juist die dingen doen. Dan moet ik wel zo'n vliegtuigje neerpompen. Nou, ik moet een vliegtuigje neerpompen, maar dan moeten ze wel even in beeld komen. Oh, hier! Bam! Nee. Ik denk dat het was. Misschien komen er nog later nog wat. Mag ik het nog een keer doen? Oh, die komen nu pas neer. Hé! Lig je hier weer te slapen? Of is het gewoon familie de hele tijd? Ik bedoel, hoe kan ik nou ineens ergens ontspannen? Nee, bom! Oké. Hele lange trap. Vragen we daar. Oké, en nu zien we een soort schaam. Nu niet meer. Maar we zagen hier dus een hele lange trap. En die hele lange trap moeten wij even op. Hallo. Hallo. Wauw. Wat is hier zo bijzonder aan? Oh, hallo. Oh. Prettige dag nog. Prettige dag. Nog. Hey, een konijn! Dit is mijn lievelingspersonage van dit hele spel. Ik ben Freddy, het sneeuwkonijn. Omdat het zo schattig is. Mag ik de slalombaan maar even proberen? Oké, kom dan. Kom aan, ik maak je plat. Ik sneeuwboord je plat. Ik ga af, Chrissy. Maar ik heb nog nooit geskiet. Kun je me wat tips geskiet geven? Geskiet! Er is echt niets aan. Je moet gewoon tussen de vlaggen door naar links en rechts sturen. Als je alle vlaggen hebt gehad, kun je even wat zwaardere slalombaan proberen. Oké, ik ga hem aan. Ik ga de uitdaging aan, jongen. Het gaat me lukken ook, jongen. Kijk me, zie me rollen. In dit geval glijden. Fuck yeah, het is gelukt. Knap werk, kleine pap. Je hebt een slalomtraject voor beginners gedaan. Wil je het proberen? Neem dan de korte weg door de grot. Na de bevroren meer. Oké. De korte weg naast het bevroren iets. Of nee, naast het bevroren meer. Hier, de grot. I found it. Nu zijn we weer boven. En nu kunnen we weer. Oké, we gaan ervoor. Volgens mij is deze echt ook moeilijk, hè? Volgens mij wel. Volgens mij is deze echt gewoon moeilijk ook. Oh shit! Oh shit! Kijk het. Hey, mag ik terug? Kijk mij. Ik cheat. Ja. Ja, er doorheen. Mooi. Kijk mij cheaten dan. Team me cheating. Oh nee. Terug. Kom op, snel terug. 5. Kut. Dit is kut. Oké. We hebben hem niet gehaald. We hebben er 6. Wauw. Oh, leuk geprobeerd, Puppy. Maar je hebt niet. Nee, we gaan hem gewoon nog een keer proberen, want ik wil iets hebben. Ik ben gierig. Ik ben een gierige aard.
Zo, we gaan gewoon nog een keer. Ik ga gewoon nog een keer. Fuck die shit. Succes! Kutwijf. Oké, okay, nee, ze is schattig. I love you. Nee. Kom op, oké, okay, we gaan. We gaan ervoor. Oh nee! Nee, 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 nee. God, dat tyfus, het is nu al gefaald. Weet je, fuck de vlag ook. We gaan gewoon naar beneden en dan gaan we nog een keertje. Dan gaan we nog een keer proberen. Zo, niet te leuk. Ja, het is weer gefaald. Ik weet het, ik weet het. Ik weet het, ik weet het. Ik heb weer gefaald. Oké, nog één keer. En dan denk ik weer klul. Dat is gewoon echt een dikke penis voor mij. Ja, daar deed ik erover. Succes! Ik ben echt helemaal gestoord komen. Echt helemaal. Helemaal. Oké, dan gaan we hoor. Dit gaat lukken. Oké, ja. De eerste hebben we. Nee, 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 nee. Ja, ik heb hem. Ja, 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 ja. Goed zo. Gaat goed. Gaat goed. Nee, 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 nee. Terug. Terug, terug, terug. Nee, 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 nee. Kut, kut. God, de tyfus. Zeg ze nu wat anders of zo van. Je hebt het bijna gehaald. Op hoofd. Ik heb er één gemist. Oh, leuk geprobeerd, Puppy. Maar je hebt niet alle vlaggen gehad. Wil je het nog eens proberen? Ja, ik snap het. Kut wijf, ik praat ook maar hoor. Hey, ben jij even grappig? Grappig mopje hoor. Sorry. Oh, dan komt daar weer een nieuw uit. Dus eigenlijk is vrij nutteloos hoor. Om hun te vermoorden. Oh, daar heb je Jasper Bedden weer. Oh nee, Jasper. Puppies jagen op een lege maag gaat niet. Dus ik ga eerst een visie vangen en daarna wat friet halen. What the fuck? Waarom ga je überhaupt nog vis als je ook friet kan halen? Ik ga Jasper beslapen. Wat zal hij schrikken? Wat zal hij schrikken, jongen? Oké, daar gaan we. Stil zijn, oh! Dus je moet muis stil zijn onder het vissen. Wacht, ik heb beet. Rustig maar, goed zo. Rustig, 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 rustig. Af! Wat? Oh, dat faalde. Ik dacht dat ik hier wel in zou vallen. Kom maar. Wauw, wat een neppe blaf. Oh, en hij valt er wel in. Oh, het is nog steeds ijs, maar wat minder sterk. Uh-oh. Dat is niet zo leuk natuurlijk. Jasper, ik lach met de barsten. Kost. Ik weet niet eens wat er gebeurt. Krak. Ah, niks gebeurt jongen. Gewoon. Ah, oh, schrik. Ja. Dat is niet helemaal natuurlijk. Wat is die Jasper toch het ijskouwen? Die is pittig slecht. Maar ik heb wel een sticker verkregen. Oh, maar wij bevriezen niet als wij in het bad springen. Dat is poep. Snel! Voordat ze weg zijn. Oké, ik ben al te laat. Wat zit daarop? Nee, voor een bot doe ik het niet. Dat is alleen maar zonde van mijn tijd, jongen. Oh, ik viel er bijna af. Ja, en dan springen we even hier. Ga je gauw op en dan springen we hier op. Dit. Oh, nog een kanon. Ik zei het toch. Ik zei het toch. Ik zei het toch. Ik heb een kanon. Pak jou. Pak jij. Pak die kanon. Waar gaat jou?
Dan gaat jij, fucking tyfus, homo. Godverdomme. Bam. Ik heb 6 van de 6. Wacht even. Oh nee, laat maar. Ik heb weer een sticker verkregen. Dus ben ik blij. Go! Je bent een kanje! Dat weet ik! Ik ben zo cool! Ik ben zo cool! Ik ben zo cool! Zo! Wow! Van dit video heb ik een groen duimpje, van dit video kut er een groen duimpje. Dan zie ik de volgende keer. Dan gaan we dit spelen. Dus tot dan, jongens en meisjes. Ik ben een pedofiel. Nee, dat is een grapje. Dus tot de volgende keer. Doei!